Sinds dat gedoe is, is het alleen maar viezer geworden. Okay. Is het eigenlijk een slecht plan geweest? Natuurlijk is het een slecht plan. Het is een van de grootste problemen in de stad. Zwerfafval, opengebroken vuilnisbakken of stapels hoge zakken die naast containers staan. 2 jaar geleden kreeg de stad al een onvoldoende van de Amsterdammers. En daarom onderzochten we nu of er verandering is gekomen in de situatie. De leden van het AT5-panel die aan dit onderzoek meededen, zeggen dat het alleen maar erger is geworden. Een rapportcijfer voor hoe schoon de stad nu is, een 4,6. Er is meer zwerfafval. Het lijkt wel alsof mensen het niks meer kan schelen. Rond containers lijkt het voortdurend een bende, meer dan in het verleden. Het is beschamend hoeveel en hoe vaak er afval naast vuilnisbakken ligt. Het is dweilen met de kraan open. Er wordt niet gehandhaafd. Ruim 1800 Amsterdammers deden mee aan het afvalonderzoek. Ze geven Amsterdam een dikke onvoldoende. En ruim 6 op de 10 geeft aan dat het probleem de afgelopen 2 jaar erger is geworden. Dat vindt ook Stijn uit Oost. Ik woon hier en dit is ook al in geen maanden eigenlijk schoongemaakt. En als ik dus naar de tram loop, zie je eigenlijk dat alles zich ophoopt hier aan het eind van de straat. Het waait hierheen en dit wordt dan niet geveegd. Daar heb je ook zo'n pleintje. Dat ligt altijd echt vol met plastic. Daar kan ik 2 vuilniszakken met plastic vandaan halen als het gewaaid heeft. Ik ben touringcarchauffeur geweest. In Parijs heb je bijvoorbeeld een stuk waarbij iedereen verantwoordelijk is voor zijn straatje. En dat gebeurt hier niet. Op de vraag wie verantwoordelijk is voor de vuilnisproblematiek in de stad heerst verdeeldheid. Volgens panelleden zijn zowel bewoners als de gemeente schuldig aan het groeiende probleem. Maar de balans helpt lichtjes over naar bewoners. Hoewel volgens sommigen de bewoners er een zootje van maken, geeft een grote meerderheid ook aan dat de gemeente in gebreken blijft. Bij de meeste Amsterdammers zit de container wel eens vol. Slechts 1 op de 5 zegt hier nooit last van te hebben. Ik heb die container zelf geadopteerd. Dus ik probeer zoveel mogelijk alles schoon te houden. Maar dat lukt gewoon niet meer. Met wat er neergegooid wordt, nee. Het is vechten tegen de bierkaai. Schone stad, nou, de laatste tijd wat minder. De vuilnis die minder wordt opgehaald. Mensen, nou ja, geen normen en waarden meer van de mensen zelf. De bewoners moeten ook letten op hun omgeving. Ik bedoel, je moet je omgeving schoonhouden. Als je omgeving schoonhoudt, ga je geen last krijgen van ratten. Ik vind wel weer dat de afval wel weer goed geregeld is. Dat ze wel op tijd vuil komen ophalen. Dat ze het niet laten slingeren zoals in andere steden. De container, especially de Bama, is too small. Too small? Ja. Yeah. Sometimes when you want to throw it, it's full. Yeah. You push. If it doesn't go, you put it downstairs. Okay. You understand? Mm-hmm. I did that before and they bring a bill to me. Yeah. But it wasn't my fault. Weet je wat het is? De ratten lopen hier echt 's avonds over straat, hè? En ze zitten allemaal in die dijk en ze komen hier en 1 vuilniszak ernaast en de andere denkt van ja, hij zal wel vol zitten. Ja. Er staan hier 3, 4 om de hoek. Mensen doen het niet. Bijna 7 op de 10 vindt dat de gemeente onvoldoende doet om zwerfafval tegen te gaan. Een even grote groep pleit daarom voor strengere handhaving. En 4 op de 10 wil hogere boetes, extra afvalverwerkingsteams en meer containers in de stad. Toch zeggen Amsterdammers die aan dit onderzoek meededen niet bereid te zijn meer te willen betalen voor de afvalstoffenheffing. Zelfs niet als dat zou leiden tot een schonere stad. Veel te duur. Veel, natuurlijk. Voor al die rotzooi die er op straat ligt, laat ze het eerst eens opknappen en dan afvalstoffen verhogen. Het hangt er ook vanaf. Alles is duur geworden, weet je. Alles is duur geworden. Kijk, als de mensen het kunnen permitteren, waarom niet? Het zou goed zijn. Maar ja, ga de mensen die het niet echt kunnen permitteren niet lastig vallen. Doe je werk gewoon, zet meer containers. Ja, weet je, het wordt natuurlijk alsmaar duurder. Dus ja, wat vind ik ervan? Natuurlijk willen we het allemaal niet. We willen het zo goedkoop mogelijk. U vindt het te duur? Maar ik vind het wel te duur worden, ja. Nee, ik wil natuurlijk uit principe niet meer betalen. Ik denk wel dat het wat we met z'n allen betalen, dat het veel efficiënter ingezet kan worden. We vroegen ook aan panelleden of de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes helpt in de strijd tegen zwerfafval. Daarover is verdeeldheid en moet volgens panelleden meer gedaan worden tegen het openbreken van afvalbakken. Dat is sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes een groot probleem in de stad. Sinds dat gedoe is, is het alleen maar viezer geworden. Okay. Is het eigenlijk een slecht plan geweest? Natuurlijk is het een slecht plan. Ja, nou ja, ik heb laatst een feestje thuis gehad. En toen kon ik met 4 vuilniszakken samen met wat kennissen naar de supermarkt. Om lege blikken weg te brengen. En dat vond ik helemaal niet fijn. Dus ik vind het een beetje too much van het goede. Ja, ook geen vooruitgang. Nee, en ik heb gehoord dat ze inderdaad ook al houden. Ze hebben naast de prullenbakken voor die blikjes. Dat vind ik alweer een hele goede. Moeten we dat eigenlijk in de hele stad krijgen? Ja, het helpt wel natuurlijk voor het afval.
Bij sommige prullenbakken in het centrum werden zogenaamde doneerringen geplaatst, zodat flesjes en blikjes aan de buitenkant van de prullenbak kunnen worden achtergelaten. Een goed idee, zegt een overweldigende meerderheid. 7 op de 10 wilden doneerringen ook in de rest van de stad in plaats van alleen in de binnenstad. Hoewel Amsterdammers dus positief zijn over de doneerringen, zegt 6 op de 10 dat er nog meer gedaan moet worden tegen het openbreken van vuilnisbakken. Bekijk meer uitslagen en achtergronden op at5.nl/panel of in de app.